Nou jongens, goeiemorgen hè. Ja, ik kan het even niet laten hè. Ben toch alleen, dus nee jongens. Niks aan de hand, dat kunnen we niet zeggen. We kunnen alleen zeggen van jongens, dit is heftig. Ik kreeg net van iemand telefoon van iemand die wordt in Polen, ja, in Polen woont. Hun worden opgeroepen, jongens, om terug te gaan naar het land, voor het land te verdedigen. Dat is vanuit Joegoslavië. Jongens, dat zijn hier, dat zijn 10 uur rijden hier vandaan. Ja, jongens, dit is gewoon voor ons gevoel, ja, en daar geloof ik 100% heilig in, is dit waar we 2 jaar op wachten, tot eindelijk iets gaat veranderen. Nou, op wat voor manier het gaat veranderen, jongens, dat was het. Tot hier hebben we altijd gezegd, en dat verder kan niemand voorspellen. Ja, niemand kan verder voorspellen dat hier wat ging gebeuren. Nou, het is opmerkelijk dat in de hele wereld de regels vanaf gingen. Alles heeft met iets te maken. Wij dachten natuurlijk, het is het goede. We kunnen ook lotje zijn, ja, hoe de meesten zeiden. Ja, maar alles is gewoon een tijdlijn. Een tijdlijn wordt dus gewoon uitgerold, dus jongens. En hij gaat naar Joegoslavië. Hij trekt dadelijk door. Dat is dadelijk gewoon één. Eén ding, hij is nou al aan het dreigen. En dat is goed, want ik geen slecht woord erover, want het moet stoppen. En wij weten gewoon wat daar, of wij weten, we hebben gevoel, we hebben ergens een geloof, jongens. Dan is dit waar het nou is, goedemorgen. En nou, het kan zomaar zijn, tot stroom eraf valt, jongens. Tot er dadelijk geen gas is. Ga dan niet in paniek, zorg gewoon, spreek af gewoon met de tijdlijn. Zelf je tijdlijn, binnen een uur later als het is, verzamel bij een gemeentehuis. Wat dan ook, zorg dat je bij elkaar bent. Ja, want het is gewoon iets wat nou gebeurt. Het rolt gewoon uit en het is geen flauwekul. Het zijn geen nepbeelden. Het zijn geen shots gemaakt in Hollywood. Ja, ja, want sommigen, nee, dit is gewoon echt. Ja, en het is echt dat hij dit nou gaat aanvallen. En hierna zal je zien, dan zal Letland en al die dingen waar NAVO zit ingetrokken, NATO, die moet van hem eruit. Doet hij dat niet, zal hij daar aanvallen, dan zitten wij per direct, zitten wij in een staat der oorlog, zo noem je dat. Dan worden wij ook opgeroepen, jongens, ook dat is een voorplan, wat ik denk, dat is gigantisch mooi. Nou waar ik artikel 103 wordt meteen in werking gezet, dan zitten we in het oorlogsrecht. Ja, en het oorlogsrecht, dat is waar we al 2 jaar voor hopen wat er gebeurde, jongens. Tot mensen worden veroordeeld op een oorlogsmisdaad, iets wat er gebeurt. Nou, ik kan nog niet te ver gaan, daar zit ik nog dadelijk zelf in de bak voordat het feest begint. Daar heb ik geen zin in. Goedemorgen Bart. Ja, beste maat. En dit is hoe het kan zijn, jongens. En als het oorlogsrecht in werking wordt gesteld, staat er oorlog. Er zijn gewoon artikelen waar je als burger weer verplicht bent om dat te doen. Staat in het grondwetboek van waar wij ons wel aan houden. Ja, nou, laten we hopen dat dit gebeurt. Ik geloof erin dat het niet iets is van scary element, van het zijn nep rookbommen. Nou, daar geloof ik dus niet in. Ik geloof erin dat het eindelijk zover is. Nou, laat het maar gewoon gebeuren. Jongens, en laat elkaar niet alleen naar, want dat is wel belangrijk. Hoe heb je een oud buurvrouwtje ergens in de straat zitten en het gebeurt. We hebben niks te eten. Onthouden als dat stroom, dat gas eraf gaat. Ja, en dit is zo te doen met een hek. Ja, dat zit allemaal in de Siemens apparaatjes, in alle kleine onderdeeltjes, in de machines, in de waterleiding, in de daar, bij de DSM, bij de telefonie, dat. Het is gewoon één knupje, piep, dag lieve Kelly, één knupje, lieve schat, piep, en dan is het flat down, dan hebben we niks meer, ja. En het is allemaal zo, nou, oké jongens, ik snap dat je nog eventjes snel het café bent aan het versieren voor vrijdag, want la 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 la, carnaval komt eraan, ja, de, maak je daar maar niet zo druk om. Ja, ik zou nou je meer druk maken om de echte dingen wat zijn, en we zullen het zien. Zet de televisie voor dit keer zou ik zeggen jongens, hou de televisie. En ik zal een linkje erbij zetten. De Beeld in Duitsland, maar goed in de gaten. Zijn de enigste live beelden die wat erom doen. En die wat laten zien dat het echt is. Ja. En zodra dadelijk Europa zich gaat mee bemoeien. Ja, en dat wij aan worden gevallen jongens. Dan gaan er hele mooie wetten komen er tevoorschijn. Ga je daar maar eens eventjes in verdiepen. Want het is niet voor niks dat wij in een oorlog worden gezogen. Want er is er helemaal niks. Nou, doe je onderzoek. Leuk. Wat leuk.